De finale van de AFAS Tennis Classic editie 2016, de 15e editie. Voorlopig de laatste editie in deze vorm. Met in die finale Goran Ivanišević met iets wat we wel vaker zullen gaan zien in deze partij. 15. Namelijk een ace. En Ivanišević speelt tegen Schenk Schalke. Nou, dan komt die bal toch nog op de backhand van Schalke. Die produceert dan een hele mooie backhand meteen. En meteen breakkansen nu. Direct al voor Schenk Schalke. 13. Ja, hij heeft 2 punten gemaakt. Ivanišević tot nu toe. Het zijn 2 keer aces geweest. Tennisend is het Schalke dus die de punten scoort. Yes. Maar ja, daar is weer een ace. Nou, dit is al formeel geen ace, maar Schalke krijgt zijn racket tegenaan, meer niet. Just. Ja, dan loop je ook dit risico natuurlijk met zo'n service. Dubbele fout nu. Het openingsgame met veel servicegeweld dus naar Goran Ivanišević. Ja, we hier helaas niet zo'n die snelheidsmeters langs de baan staan. Maar Ivanišević vertelde mij eerder deze week dat hij ook op trainingen met gemak nog de 200 kilometer haalt met die service. En dat zal hij nu ook wel hebben gedaan, denk ik zo, in die allereerste servicegame van de Kroaat. Gespeeld hoor, deze rally van Schenk Schalke. Hij kan natuurlijk meer dan alleen maar aces slaan. En dat laat hij hier zien. Goed instappen. Prima voorhand. Game.
game. Schakel. Nou, produceerde Ivanisevic 4 aces in zijn eerste service game. Dat is een ontzettend hoog gemiddelde. Dat zal hij niet vast weten te houden. 15. Alhoewel dit zijn vijfde alweer is. Slechte timing voor die opmerking. Maar dat gaat ongetwijfeld omlaag, dat aantal aces. En dan zal het toch meer op rallies aankomen. En tegenover die aces staat natuurlijk ook al 1 dubbele fout. Zoals hier. 15. Out. 13-15. Oeh, die bal is net uit. 14-13. Zeven aces in 2 games kreeg Shane Schalke om zijn oren. En toch is hij niet kansloos. Ook in het verleden hebben ze elkaar op de ATP World Tour ontmoet. En het mooie daarvan is dat als we die statistieken erbij pakken. Schalke 3 keer op hardcourt tegen Goran Ivanisevic heeft gespeeld. En 3 keer won Shane Schalke. Dus hij heeft op een of andere manier wel het recept in huis om te winnen van Ivanisevic. 2000 was de eerste ontmoeting in Auckland. Helemaal aan het begin van het jaar. Overwinning in 3 sets voor Shane Schalke. Shane Schalke won later dat jaar ook in Sint-Petersburg van Ivanisevic. En de laatste keer dat deze twee tegen elkaar stonden was 12 jaar geleden in Rotterdam. In de tweede ronde. En ook toen won Shane Schalke. En dat deed hij zelfs overtuigend. 6-3, 6-2. Goed, dat is dus wel 12 jaar geleden. Ja, de lijnrechter heeft onderweg ergens die bal uitgegeven, maar die call was ook niet echt overtuigend. Dan is het te laat om er nog iets aan te kunnen doen en besluit de umpire om het punt opnieuw te spelen. La 15. Thirteen, fifteen.
goede diep geslagen bal van Ivanišević. 30. Kan er niet goed bij. Het is ook wat moeilijker naarmate de heer op leeftijd raakt om het qua voetenwerk allemaal goed in orde te hebben. 40-30. Des te meer zijn ze misschien wel afhankelijk van een goede service. En die bal toch uit van Ivanišević. 15-30. Voor het eerst 15-30 op de service van Ivanišević. Er komt de eerste breekkans voor Schenk Schalke. In een game waarin Ivanišević nog geen ace heeft weten te produceren. Dat heeft absoluut met elkaar te maken. Tweede service nu van Ivanišević. En dan een goede bal naar de buitenkant. Just. Zo'n prachtige bal eroverheen. Zo scoort hij wel de mooie punten, ook op de belangrijke momenten hoor. Bal nog redelijk op het lichaam van Schalke geserveerd. Maar deze service is dan toch goed genoeg om in ieder geval de game binnen te halen. Hij heeft het druk deze dagen, Goran Ivanišević, want... Hij wordt over 5 dagen alweer verwacht in het Japanse Saitama. Want dan begint de International Premier Tennis League, de IPTL. Derde editie van dat tennis toernooi met een heel apart format. Er wordt gespeeld met teams tegen elkaar. En een wedstrijd tussen het ene team en het andere team bestaat uit 5 sets.
Een set met tennissers van nu tegen elkaar. Een set met een dubbelspel. Ook een set tussen twee legends. En Goran Ivanišević is de legend van een van de deelnemende teams. Genaamd de United Emirates Royals. IPTL trouwens live te zien ook bij Fox Sports. Absoluut de moeite waard. Het is even wennen. Er wordt met een puntverdubbelaar gespeeld. Maar er wordt bijvoorbeeld ook geëxperimenteerd met de tijd tussen de punten. Dat is nu 25 seconden officieel op de ATP World Tour. Bij de IPTL moet je binnen 20 seconden gezweerd hebben. Anders ben je echt het punt kwijt. En dat komt het tempo in een partij wel ten goede. En over die IPTL gesproken. Ook Kiki Bertens zal daar aan meedoen dit jaar. En Jean-Julien Royer. De dubbelspecialist uit Nederland. Allemaal dus te zien vanaf 2 december live op deze zender. Dropshot Ivanišević. Daar zit Schalke bij. Ja, dan moet hij die bal in de hoek krijgen. Dat idee was wel goed, de uitvoering wat minder. Bal in het net. We hebben nu Schalke de hoek voor het uitzoeken. Die kiest ervoor om die bal op het lichaam te spelen van Ivanišević. En wat een prachtige reactie, zeg. Allebei moesten erom lachen, maar Schalke toch iets meer als een boer met kiespijn. Want hier had hij de hoek voor het uitzoeken en het punt moeten maken. Maar speelt de bal op Ivanišević. En wat een waanzinnige reactie, zeg.15-0. Backhand heat start van Schalke. Laat hij misschien wel een kansje liggen op 0-30. Er komt weer een nieuwe kans nu. Ja, prima, prima. De running forehand. Contra gespeeld. Daar precies in de hoek waar Goran Ivanišević net vandaan kwam. Slimme bal van Schalke. Levert hem nu 2 breakpoints op. Die bal is uit. Ja, die bal is uit van Ivanišević door de onnodige fout van de Kroaat uiteindelijk. Komt Schalke nu op een 4-3 voorsprong. En
En dat is toch lekker. Want hij moet er hard genoeg voor werken. Applaus nu voor de ballen, jongens en ballenmeisjes die worden afgewisseld. Het is voorlopig dus de laatste editie in deze vorm van de AFAS Tennis Classics. 15 edities waarin in totaal meer dan 250.000 mensen dit evenement hebben bezocht. Een belangrijk evenement ook. Met een bitterballetje erbij natuurlijk qua relatiemarketing. 15 voormalig nummers 1 van de wereld zijn hier aanwezig geweest. Dus het is altijd in de jaren genoeg geweest om te fotograferen op dit toernooi. Dat aanvankelijk tot 2010 in Eindhoven werd gespeeld. 15. En nu voor het zesde jaar hier in het Omnisport in Apeldoorn. Was nog goed van Schalk. En hier zit hij ook goed bij. 13, 15. Op zijn tweede service. Heeft hij toch aan twee klappen genoeg, Schalke? Serve return wat matig van Ivanišević, maar dan maakt de Nederlander wel heel knap het punt daarna. Hij komt beter en beter in zijn ritme. En Ivanišević gaat nu al wat meer alles op niets ballen spelen. En het is voorlopig niets, want Schenk Schalke wint nu zijn derde game op rij. Staat op 5-3. Heeft hij de tijd om goed in te kunnen draaien? Hoeft nauwelijks zijn voet te verzetten. Om die bal vol te kunnen raken. 13. Nou, dat was even geleden. Dat een ace zagen van deze man. Nu was Schalk het een beetje zat. Alles of niets return. Dat wordt meestal dan niets. Maar zijn Schalk kan het zich voorloven. Want hij gaat nu op de stoel zitten met een 5-4 voorsprong. En gaat zo dadelijk dus serveren voor de winst in de eerste set. Winnen van Ivanišević zou hier bij de AFAS Tennis Classics vrij uniek zijn. Want Goran Ivanišević is er nu voor de 8e keer. En als we kijken naar het aantal overwinningen, dan heeft Ivanišević hier tot nu toe 18 partijen gespeeld in al die jaren dus. En er 17 van gewonnen. Kwam ook hier in de finale nadat hij een bye had in de eerste ronde. Maar moest in de halve finale gisteren afrekenen met Juan Carlos Ferreiro.
Dat deed hij met 6-3 en 7-6. Time. Maar het zou dus ook wat dat betreft uniek zijn als Cheng Schalk hier zou winnen van Ivanišević. Hij gaat in ieder geval nu serveren voor de winst in de set. Als hij kans krijgt, de tijd krijgt om met die voorhand te excelleren, dan is het vaak mooi hoor. Maar het is niet voor niets, zoals hier ook, dat Schalke toch vooral vaak de backhand opzoekt van Ivanišević. Daar kan hij, relatief gezien, net iets makkelijker de punten op scoren. En nu ineens voor Schalke. Het levert hem 2 setpoints op. Ivanišević door naar het net te komen. Dwingt daar toch ook wel Schalke mee. Tot die voorhand wat lang te spelen. Ja, met een prima backhand legt Schalke hier de basis voor het laatste punt in de eerste set. Een set die wordt gewonnen door de Nederlander met 6-4. Goed mooi laag gehouden. De backhand waarmee hij zoveel punten ook scoorde, Cheng Schalke, in de halve finale tegen Tim Henman. We spelen hier om 2 gewonnen sets. Mocht het 1-1 staan in sets, dan wordt de derde set gespeeld in de vorm van een super tiebreak. Zoals we die ook kennen in het dubbelspel tegenwoordig op de ATP World Tour. Dat is een verlengde tiebreak waarin we niet tot de 7, maar tot de 10 spelen. Als ik hem zo zie zitten, dan hoop ik wel dat hij het volhoudt zo lang. Schalke 40 jaar tegenwoordig. Ivanišević is toch 5 jaartjes ouder. Ooit tweede op de wereldranglijst, Ivanišević. Schalke toch zeer knap ook. In april 2003 de nummer 11 van de wereld. Drie keer kwartfinale op Wimbledon, 3 jaar achter elkaar. Cheng Schalke 2002, 2003 en 2004. En een halve finale op de US Open in 2001. Halve finale die Schalke toen verloor op Flushing Meadows van Pete Sampras. Wel een mooie erelijst hoor van Cheng Schalke. Die hier dus met 1-0 voor staat in sets. Left.
15-0. Daar is de ace van 13-15. Ivan Isevic, de eerste in deze set. Ja, mooi diep gespeeld. 14-15. First game, second set. Zo is dit qua niveau toch ook zeker een hele aardige en interessante partij, hoor. Ik ben altijd benieuwd hoe de jongens het nu op de tour zouden doen. Natuurlijk zijn het dan geen top 100 spelers meer, maar ze zullen het ook niet constant vol kunnen houden, dit niveau. Maar goed, er zijn speciaal voor al die gestopte tennissers tegenwoordig voldoende toernooien waar ze kunnen spelen. Een toernooi waar de een wat meer gebruik van maakt. En wat meer zin in heeft ook dan de ander. Nou, daar was geen call volgens mij. Dus is dit gewoon een punt. 15-0, het eerste punt voor Schalk in de game. Hij knipoogt. Ha. Een lijnrechter die knipoogt. Nadat hij de bal niet uitgaf. De knipoog richting Schenk Schalken. Ja, Schenk is ook kledingsponsor van dit toernooi. Dus misschien is er afgesproken die lijnrechter dat shirtje wel mag aanhouden. De hele rest van de week. En nu het geluk nog eens van de netrand. Ja, dan zou dit normaal gesproken goed zijn voor een klein ontploffingje bij de Kroaat. Ja, daar gaat nu ook wel het gesprek aan, hoor, met Schalke. Maar met een glimlach. 14. Dan laat hij toch weer even iets van zijn klasse zien, hoor. Heerlijke service return. Bal op de lijn. En een ace. Toch het handelsmerk van Ivan Isevic. Pakt Schalke nu de game. Dropshot is te kort, daar kan Schalke goed bij. Ja, dit
doet toch heel erg denken aan de dubbeldemonstratiepartij die we net gezien hebben. Maar het is ook een heel slim en knap punt van Ivanišević natuurlijk. De no-look-bal. Hij kijkt toch de andere kant op ook. Dat doet hij hier opnieuw. Ivanišević leads 2-1. Nou, opgeven. Dat staat niet in zijn woordenboek. Die blijft wel gaan hoor. Ivanišević. Stond ooit tweede op de wereldranglijst. En toen die begon aan dat Wimbledon-avontuur in 2011, of 2001, excuus. Toen was hij dus de nummer 125 van de wereld. Na dat toernooi was hij plotseling gestegen van 125 naar plek nummer 16. De finale tegen Patrick Rafter, die op maandag werd uitgespeeld, met uiteindelijk 9-7 in de vijfde set voor Ivanišević. Die daarmee een hele natie compleet tennisgek maakte. La 15. Won toen trouwens Ivanišević in de halve finale van Tim Henman. De man die we hier eerder vandaag in actie zagen tegen Martin Verkerk. Dat Ivanišević de bal nog had. En de rally is nog niet gedaan. En dan is dit eigenlijk jammer. In deze rally had je nog wel een paar slagenwisselingen meer gegund. 30. Weer een wat late call hier. Just. Backhand, zeg.
Met zoveel gevoel geslagen door deze Sjenk Schalke. Nou, hij heeft er heel lang voor moeten knokken, Goran Ivanišević. Maar hij heeft nu dan eindelijk zijn eerste breakpoint in de hele partij. Is toch zo'n mooie bal ook weer, zeg. Tjus. Ook Ivanišević heeft daar dan wel waardering voor. Aait die bal, veel spin erop. En dan landt hij precies op de lijn. En dat op zo'n belangrijk moment ook. Gewaagd gespeeld van Schalk. Ja. Weer Schalke die hoek kan uitkiezen, maar de bal richting het lichaamsveld van deze Ivanišević. Met een kreet erbij, want hier weet de Kroaten al dat het lastig wordt. Ja, daar heeft hij heel veel last van opeens. Uit. Nou, daar zijn ze voor aangenomen om daar te staan, maar die bal leek mij toch in. Mag ook een shirt houden, denk ik. Ja. Hij heeft wel eens anders gereageerd, hoor, op een bal wel of niet aan of uit. Nu doet hij het als een ware gentleman CQ entertainer. Maar hij heeft een breekkans laten liggen. En dus staat het 2-2 in de tweede set. Love 15. Ja, lekker voorhand ook met gevoel deze van Ivanišević. 13-15. We hebben al eerder gezien dat op dit soort toernooien het natuurlijk ook belangrijk is hoe je conditioneel in elkaar zit. Echt veel en fanatiek trainen doen deze mannen niet. Alhoewel deze Goran Ivanišević natuurlijk wel vaak op de baan staat als coach. Dan sla je meestal ook een balletje mee. Natuurlijk ook nog niet echt intensief. Het is dan de bedoeling dat je pupil natuurlijk vooral
het harde werk doet. Maar als coach wel succesvol natuurlijk, want Ivanisevic was de coach van Marin Cilic toen die zijn grootste succes boekte in zijn carrière tot nu toe. Door het toernooi Grand Slam in New York te winnen, de US Open in 2014. Aan die samenwerking trouwens tussen Ivanisevic als coach en Cilic als pupil is dit jaar in augustus een eind gekomen. Sinds augustus is Ivanisevic formeel de coach van Thomas Berdych. Man die al een hele tijd zo rond de top 10 blijft hangen en niet echt die laatste stappen kan zetten naar bijvoorbeeld een top 5 positie op de wereld. Mooi diep geslagen service op de backhandhoek van Ivanisevic. En dan de return. Helemaal de andere kant op. Ver buiten bereik. Staat goed te spelen nu hoor. Shanks Hogan. Ondanks die setachterstand heeft Ivanisevic het naar zijn zin. Zie niet alleen aan dit soort ballen, maar ook naar aan zijn reactie daarna. Nou, voor de tweede game op rij. Nu problemen voor Schenk Schalk op zijn eigen service. Want hier komt de tweede breakkans voor Goran Ivanisevic. Dit is knap gespeeld. Eerst die backhand die op zo'n manier daar die hoek in tovert, terwijl het toch niet zijn specialiteit is. Dat doet hij hier met heel veel power. En dan op tijd aan het net en prima meteen afgevolleerd. Thirteen.
Left. First serve. Ja, hij wil het horen ook. En hij wil het weten ook, dat hij zo'n mooi punt maakt. En met haar had hij net ook al een ontmoeting. Oh. Dan is dit vervolgens natuurlijk wat slordig, de onnodige fout. 14-15. Nou, onnodig foutje of niet, hij wint deze service game toch vrij overtuigend, hoor. Staat nu op 5-2. Ja, we hebben in al die jaren hier op de AFAS Tennis Classics natuurlijk wel meer spannende partijen gehad. Wat te denken van de ontmoeting in 2013 tussen Paul Haarhuis en Richard Krajicek. 2-6, 6-2. Oké, dan komt er dus ook weer zo'n super tiebreak. En die werd uiteindelijk gewonnen door Haarhuis met 17-15. Maar het kan ook heel kort. In 2003. De no-nonsense man, John McEnroe. Voor veel geld hier naartoe gehaald. Dat was de tweede editie. In Eindhoven speelde John McEnroe tegen Michael Perrenforst, de Zweed, 6-3, 6-0. Dat was nou ook weer niet de bedoeling. Het toernooi stopt in deze vorm. Er zijn plannen om volgend jaar rond deze tijd een toernooi te gaan spelen op Curaçao. Dat is nog niet helemaal zeker. En dan wil Jaco Helting en de organisatie, die willen graag dan volgend jaar in de zomer een toernooi gaan spelen nabij Paleis het Loo. Een buitentoernooi op gravel. 15. Allemaal nog niet zeker, maar daar zijn ze wel druk mee bezig om dat qua organisatie en qua financiering in orde te krijgen. Een goede game. Mooi, clean. Komt terug daardoor Schalke tot 5-3. Nou, wil hij het in twee sets beslissen, dan zal hij nu in ieder geval door die service heen moeten van de Kroaat. Nou, dit was te makkelijk voorlangs. 15. Daar kun je voorhands eroverheen. 13. En 3 setpoints nu. Waarvan de eerste wordt benut. En zo wint
Ivanišević de tweede set met 6-3. Hij had de eerste verloren met 6-4. En gaan we een super tiebreak krijgen. Over tiebreaks gesproken. De man die hij tot voor kort coachte dus. Ivanišević, Marin Cilic. Speelt een cruciale partij. Misschien wel in de finale van de Davis Cup. Op dit moment tegen Juan Martín Del Potro. Kroaten staan al met 2-1 voor. Omdat ze gisteren het dubbelspel wonnen. Waarin Cilic ook verrassend daar opdook. Aan de zijde van Ivan Dodig. Dubbel werd gewonnen. En Cilic heeft zojuist de eerste set van Del Potro in de tiebreak gewonnen. Daar speel je meestal als een tiebreak is meteen door na een set. Dus ben ik benieuwd hoe het nu echt verder gaat. Deze wedstrijd zal worden beslist door een 10-punts wedstrijd. Ja, had ik hem toch goed. We krijgen een 10-punts tiebreak. Wordt aangekondigd door Patrick van Tongeren. Hij is nog altijd kansrijk voor zijn tweede op één volgende zege hier op de AFAS Tennis Classics. En Shane Schalke pakt ook het eerste punt in deze super tiebreak. Ja, bal vol nog binnen de lijnen. 2-1, Ivanišević. Die service return is buiten de lijnen. Zo gaat het op service tot nu toe in deze tiebreak. Trio. Veel power in die opslag van Ivanišević. Ja, mooi hoor. Zodanig om die bal heen gelopen dat hij hem vol met zijn voorhand in de rechtdoor kon slaan. Dit is absoluut ook de fase in de partij. De slotfase waarin er echt geen cadeautjes meer worden gegeven hoor, aan elkaar. Volledig op het verkeerde been gezet. En een ace. Met gevoel. Die bal geslagen. Goed geplaatst. Niet hard. Maar wel buiten bereik
van de man die toch zo gewend is om aces te slaan. Moet er nu een in ontvangst nemen dus. Ze hebben nu al 10 punten gespeeld in deze tiebreak. En die zijn allemaal gegaan naar degene die serveerde. Tot twee keer toe de achterlijn op. Het scheelt niet veel. Hij neemt veel risico's, Schalker. Maar ze vallen allebei precies binnen de lijn. En dan is hier dus het eerste punt. Gescoord op de service van de tegenstander. Schalker nu op 6-5. Staat dus nu een mini breakje voor. Ze klagen onderling nog wat over dat die tiebreak wel erg lang duurt. Ja, zij zijn niet anders gewend dan een tiebreak tot de 7 natuurlijk. Aan de andere kant, nog een hele set spelen. Dan hadden ze allebei waarschijnlijk ook aan het zuurstof gemoeten. Ja, daar wordt niet voor het eerst in deze tiebreak Ivanisevic weer volledig op het verkeerde been gezet. Schakel. Ah, mooi antwoord. Maar hij is uit, die service. Dag even aan Ace. Nu door het midden. Dit moet hij afmaken. En dat doet hij ook. Zij het vierde wat moeilijker weg. 8-6 schoppen. 8-7 schoppen. Hij mag nu twee keer serveren. Staat 8-7 voor. Dan is het heel simpel vanuit een luie stoel beredeneerd dat als hij nu twee keer zijn service houdt, hij de winnaar wordt van dit toernooi. 9-7. Nou, die bal wordt ingegeven. Daar is Ivanisevic het duidelijk niet mee eens hoor trouwens. Kijk wat bozig naar die lijnrechter. Oeh. Die zou hij echt wel eens gelijk kunnen hebben hoor. Matchpoint. Concentratie bij Schalke. Spreiding is goed. En dan is daar de winst dus voor Schenk Schalke. Hij doet het opnieuw. Nadat hij vorig jaar ook al hier de AFAS Tennis Classics won, wint hij nu ook de editie 2016 na de winst in de Super Tiebreak op Goran Ivanisevic. En dat is toch knap. Terecht applaus voor hem. Moest eerst winnen van Paul Haarhuis en daarna van Tim Henman. En dan verslaat hij ook nog eventjes Goran Ivanisevic.